De HTM wordt gedeeltelijk overgenomen door de NS. En dat levert volgens de twee bedrijven alleen maar voordelen op. De bussen en trams zouden bijvoorbeeld beter moeten gaan aansluiten op de treinen. De gemeente Den Haag en de vervoerders maakten donderdagochtend officieel bekend dat de NS 49% van de HTM in handen krijgt. Stichting Slachtoffer Schietincident De Ridderhof heeft op de valreep deze maand nog 7 nieuwe aanmeldingen gekregen. De stichting vergoedt medische of andere kosten voor slachtoffers van het schietdrama in Alphen aan de Rijn. Er hebben zich in totaal 20 mensen aangemeld. In Leiden is de Morspoortgarage officieel in gebruik genomen. De nieuwe parkeergarage in de Leidse binnenstad is vanaf vrijdag ook open voor het publiek. De Morspoortgarage is in maar 5 maanden gebouwd en heeft 400 parkeerplekken. De eerste week is het parkeren daar gratis. Vanwege werkzaamheden gaat de A13 richting Rotterdam dit weekend opnieuw dicht. De A13 tussen Delft-Zuid en het Kleinpolderplein wordt afgesloten vanwege grootschalig onderhoud aan de viaducten. Het verkeer wordt omgeleid via de A12 en de A20 en via het Westland. Automobilisten moeten rekening houden met vertragingen van meer dan een half uur.